Dit is N24actueel.nl. Actie voor de Voedselbank Nederland van Honig. Ja. Waarom deze actie? Nou ja, goed, iedereen weet dat de voedselbanken de enige banken zijn die nog groeien. En dat is eigenlijk heel erg treurig, maar we kunnen tegelijkertijd ook iets doen. En we hebben al een lange samenwerking met de voedselbanken sinds 2007. We doneren vanuit Honig duizenden producten. En deze actie moet je zien als iets extra's voor, in dit geval Den Bosch. Vorig jaar is het aantal huishoudens verdubbeld, wat er afhankelijk van is, waardoor de pakketten kleiner zijn geworden. En wij hadden zoiets van, we hebben die bus toch, we hebben de spullen toch. We kunnen een leuke actie bedenken. En iedereen die hier een soepje komt halen en op de knop drukt, doneert indirect een extra pakket. Dus je moet het zien als een extraatje aan de gezinnen van Den Bosch die het nodig hebben. Dus zodoende, en je ziet het is, het loopt lekker vol. Wat vind je van de actie, René? Ja, briljant. Briljant. Het is geweldig als een groot bedrijf als Honig dit oppakt en zich inzet om mensen gewoon te helpen. En daarbij is het ook nog eens een hele leuke actie natuurlijk. Hier op het plein waar het zonnetje schijnt, waar de mensen een heerlijke kopje soep kunnen komen halen. En daarmee de voedselbank steunen. Geweldig. Nou ben je ambassadeur van de Nederlandse voedselbanken. Er zijn natuurlijk heel veel organisaties. Waarom heb je juist hiervoor gekozen? Nou ja, kijk, ik werd natuurlijk, we hebben in 2008 een serie op televisie gedaan met het hele gezin. En ja, op een gegeven moment dan zit je zo in de materie. Je leert zoveel mensen kennen. En natuurlijk wist ik al dat er in Nederland dat het niet lekker ging. Dat er heel veel mensen zijn die onder de armoedegrens leven. Ja, en als je op een gegeven moment, dan kom je er zo mee in aanraking. Dan wordt je hart zo geraakt. Dat op een gegeven moment heb ik gezegd, jongens, ik ga er gewoon veel meer voor doen. En ik ga me er gewoon echt keihard voor maken. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, dat dit is nu een kleine 6 jaar, 7 jaar aan de gang. En helaas, het is nog nodig. Maar ja, zolang er de voedselbank is, ben ik er ook. Mevrouw, ik zie dat u lekker bent aan het genieten van een kopje tomatensoep, zo te zien. Ja, hoor. Is het lekker? Ja hoor, is prima. Bent u op de hoogte van de actie van de voedselbank? Ja. Moet eigenlijk niet kennen. Qua alles eigenlijk. Het is schande dat de voedselbank moet bestaan. Het is eigenlijk heel triest natuurlijk, hè, dat het zo moet gaan. Ja, ik sta hier ook wel met een dubbel gevoel. Mm-hmm. Zeker. Ja, en leg eens uit. Nou ja, dat er een voedselbank moet zijn, dat zou eigenlijk overbodig moeten zijn. Maar aan de andere kant denk ik, ben ik eigenlijk wel blij met dit soort acties. Dat er toch ook weer aandacht is voor de voedselbank. Aandacht voor armoede, die er wel degelijk helaas is in Nederland. En hoe vind je nou om je microfoon even in te leveren voor een soeplepel? Ja, dat is helemaal te gek. Heerlijk achter je. Maar wat ook heel erg leuk is, het is gewoon heel gezellig. Die mensen komen even een praatje met je maken, een fotootje. Dus het is eigenlijk alsof ik gewoon lekker op de markt sta. Heerlijk. Ja, geweldig. Ik ga vaak met René voor de acties voor de voedselbank. En dan zie je toch, en echt chapeau voor alle vrijwilligers hoor. Wat een goede organisatie dat is geworden. En dat echt gezorgd wordt dat Nederland geen honger hoeft te hebben. En dat moeten we allemaal steunen, want uiteindelijk ook de oudere generatie, die hebben gezorgd voor al onze sociale voorzieningen. Niemand mag honger hebben in dit land. En wat hoop je dat deze actie oplevert? Nou, in ieder geval zoveel mogelijk voedselpakketten. Dus elke keer als er een kopje soep besteld wordt, mogen de mensen hier op deze rode knop drukken. En dan wordt er een voedselpakket gegenereerd voor de voedselbank. En inmiddels staan we op 1050 en we hebben nog een paar uur te gaan. Dus fantastisch natuurlijk. Je gaat nog even aan de slag. Ja, het gaat nog even door. Succes ermee. Alsjeblieft, dankjewel. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. N24actueel.nl